Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 6 graden. En binnen zit Jolanda Linders met Ronnie Boimler. Welkom in het Barretje 0486 TV. En wie heb ik vandaag te gast? Dat is Ronnie Boimler van zowel De Bok als De Stier. En wat nog meer, dat hoor je dadelijk. Welkom Ronnie. Dankjewel Jolanda. Bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier mocht zijn. Heel bijzonder sowieso in coronatijd. En dat ik toch het unieke gebeuren mag meemaken om in een bar te zijn. Ja, dat klopt, ja. Daar had ik nog niet over nagedacht. In mijn vrije tijd wil ik daar ook graag wel eens vertoeven. Ja, nou, mooi. Ja. En we zitten aan een lekker watertje. Ja, ik vond dan op tv dan met een biertje of zo. En het is nog vroeg redelijk, dus nou, laten we dat maar niet doen. Nee, precies. Ronnie, ik denk dat jij wel weet hoe het gaat. Ik heb een stel kaarten. Mm-hmm. Die leg ik voor jou neer. En dan is het de bedoeling dat jij daar willekeurig eentje uitpakt. En daar gaan we het dan even over hebben. Okay. Dus begin maar. Ik begin gewoon bovenaan. Hoor. Oh, dat mag. Dus dat mag. Dank je wel. Zware kaarten, hoor. Oh, begint goed. Ja, precies. Van een zonnebloem wordt eigenlijk iedereen blij. Niet voor niets staat deze bloem symbool voor levenslust. Met een wenskaartje kun je iemand ook een zonnebloem-effect geven. Alsof de ontvanger weer even opgeladen wordt. Wie wens jij kracht, levenslust of energie toe? Wie wens ik kracht, levenslust of energie toe? Wie zou het nou goed kunnen gebruiken? Ja, ik denk iedereen op dit moment. Ik bedoel, het is een lastige tijd. Het is corona-tijd. De derde golf is net weer begonnen, zegt men. Dus ik denk, nou ja, vooral, ik wil er niet iemand specifieks mee een hart onder de riem steken, maar meer alle mensen die het op dit moment best wel moeilijk hebben. Dus vooral ook de verzorgings- en verpleeghuizen. Dat vind ik een hele goeie. Oké. Okay, nou, ja. Okay. Oh, ook weer niet over nagedacht. Nee. Nee, ik denk, ja, inderdaad, specifiek iemand. Nee, je pakt ze meteen even in het geheel. Ja, weet je, om nou specifiek iemand te noemen, ik zou het zo niet, het schiet me zo niemand te binnen in ieder geval, maar ik weet wel dat door het hele corona-problematiek, dat er meer dan genoeg mensen het moeilijk genoeg hebben. En nou ja, vandaar. Dus, ja, vind ik een hele mooie, want ik denk ook dat, moet ik even voor de mensen thuis, hè? Jij hebt een drukkerij. Wat heb je eigenlijk precies? Want het gaat maar even om de mensen die ook bij jou werken. Dus dat maar. Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al. Grafisch huis. En in dat opzicht hebben we 2 vestigingen. De hoofdvestiging in Nijmegen. Grafisch huis van Mameren. En een nevenvestiging in Boksmeer. Grafisch huis Boksmeer genaamd. En ja, wij doen eigenlijk alles op grafisch gebied. In ons logo hebben we communicatie, print, sign en textiel. En dat zijn ook de speerpunten van ons bedrijf. Communicatie in die zin dat we dingen ontwerpen. Een huisstijl of een advertentie. In het verleden ook wel dat we het digitale vlak op gingen met een website of een app. Maar goed, moet ik eerlijk zeggen, daar is wat op de achtergrond gegaan. Print, ja, alles op druk- en printgebied. Het gebruikelijke drukwerk, nou, dat wordt wel steeds minder, omdat we zitten in de digitale revolutie. Maar ja, printwerk, we maken heel veel manuals van handleidingen voor bij machines. Maar ook gewoon brochures, boekjes, periodieken. En sign, zeildoeken, reclameborden, spandoeken, et cetera, gevelbekleding. En dan de textiel. We hebben een eigen textieldrukkerij. Waarbij we van alles op kleding, sjaaltjes, dasjes, petjes, t-shirtjes, polo's bedrukken en borduren. En dat zit in Nijmegen? Dat is vooral Nijmegen. En
de mensen in het land van Kuik kennen ons vooral vanwege onze kranten De Bok en De Stier. Ja, die hebben we hier liggen. Die ik hier heb liggen en wie weet in de toekomst ook wat meer via ons nieuwe mediaplatform lvcnieuws.nl, waar we vrij recent mee gestart zijn. Ja. En als ik mag vragen, hoeveel mensen heb jij in dienst? Nou, we zijn eigenlijk echt puur vast personeel, zijn we eigenlijk met 4 man. Maar we hebben best veel mensen waar we mee samenwerken, of die ingehuurd worden. En met freelancers waar we dus mee werken. En puur sec, als ik kijk naar De Bok en De Stier, dan zijn we met zo'n totaal met zo'n 30, 35 mensen. En daar zijn ook vrijwilligers bij. Gepensioneerden of futters die op een gezellige manier of iets schrijven, maar gezellig samen willen zijn. En met ons eigen team maken we dan die mooie kranten. Maar de hele coronatijd, hè, tot nu toe, zeg maar, ja. Die zijn allemaal door blijven werken ook? Ja, die zijn zeker door blijven werken, maar wel op aangepaste wijze. Als voorbeeld, we hebben ons eigen bezorgteam. Waar we normaal gesproken met tweeën de autoroute voor je rekening neemt. Dus nu nog wel met z'n tweeën. Alleen nu zijn ze met twee verschillende auto's. Waarbij we in het verleden natuurlijk gewoon met z'n tweeën in één auto de route rondreden. Dus we zijn door blijven werken en we hebben wat minder persoonlijk contact. Dat gebeurt wat meer op afstand. En ja, met de hedendaagse technieken worden ook dingen gewoon via de mail en via de app gecommuniceerd. Dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Dus die verdienen eigenlijk ook een zonnebloemetje? Die verdienen zeker een zonnebloemetje. Want ik waardeer het zeer dat onze mensen die betrokkenheid bij onze krant iedere 14 dagen laten zien. Zeker wel. Nee, maar dan kom ik terug op inderdaad de kaart. Dat dus inderdaad ook jouw personeel of jouw freelancers of wat dan ook gewoon door zijn gegaan en ook wel een zonnebloemetje verdienen. Ja, in dat opzicht wel. Ja, zeker. Precies. Ja. Ja, dat wilde ik even weten daarom. Okay. Ja. Volgende kaart. Kaart nummer 2. Ja. Franciscus komt in een dal van Spoleto, waar veel vogels bij elkaar zitten. Zonder zich te bedenken, stapt Franciscus op hen af, groet hen en spreekt hen vriendelijk toe. In plaats van verschrikt weg te vliegen, blijven de vogels zitten en luisteren aandachtig naar zijn woorden. Franciscus zegent hen en noemt hen zijn broeders en zusters. Hoe stel jij je op in de natuur? Respectvol of als een heerser die kan doen en laten wat hij wil? Nee, zeker respectvol. Ik mag graag, zeker nu ook in coronatijd, een stukje wandelen. En we hebben ook geregeld mooie verhalen over wandelroutes. Toevallig dat er nu ook weer een stuk van Wanda in staat in De Bok en in De Stier over een mooie wandelroute in Oefeld. En in dat opzicht zeker respectvol. We kunnen er allemaal een puinhoop van maken. Maar ik vind het lekker om in de natuur te vertoeven. En, dus het spreekt voor zich dat je daar gewoon respectvol mee omgaat. Nou, dat is mooi. Er zijn erbij die dat niet doen, inderdaad. Dus die er niet respectvol mee omgaan. Dus die maken er ook een puinhoop van. Dus toevallig hebben we vorige week een eindje zijn wezen wandelen langs de Maas op. En toen kwam ik eigenlijk erachter waarom er in de natuur vaak maar zo weinig prullenbakken staan. Dat wist ik ook niet, maar dat heeft er puur met hoe meer prullenbakken, hoe meer rotzooi. En op het moment dat iemand wandelt en een snoepje, weet ik, dan nemen ze toch vaak de papiertjes mee. En op het moment dat je een prullenbak hebt staan, dan dan trekt dat toch weer meer rotzooi aan op de een of andere manier. Nou, het viel mij op en volgens mij heb ik dat ook al een keer eerder verteld. Dat
Het is maar een klein stukje van hier naar de winkel. Mm-hmm. En er lagen 5 mondkapjes lagen er op de grond. Ja, bijzonder. En toen dacht ik echt van... waarom hou je die niet in je zak en gooi je thuis gewoon weg? He, ook al, er staan prullenbakken, dat sowieso. Maar dat was echt wat me opviel. En dat is iets wat nu wel heel erg speelt. Tuurlijk. Maar ik denk ook met die mondkapjes... ik denk dat er ook verschillende gewoon uit de jaszak vallen. Met het pakken van de sleutels of weet je, als je boodschappen gedaan hebt. Ik denk niet dat dat alleen maar het weggooien is. Ik denk dat ook mensen, dat ze het niet in de gaten hebben... dat ze het mondkapje verliezen. Je ziet wel het goede in een mens. Als je dat niet blijft doen, dan altijd positief. Ja, dat is waar. Dat is ook mijn motto. Ja, zeker weten. Ja. Volgende kaart. Je hebt het door. Je bent niet alleen op deze planeet. Sterker nog, je beseft dat jij een van de velen bent. Toch is er iets bijzonders aan jou. Je bent namelijk uniek. Er is maar één persoon als jij. Weet jij, wie weet dat jij uniek bent? Stel een vraag. Wie weet... dat jij uniek bent? Ja, Marion natuurlijk. En Marion is? Marion is mijn wederhelft. Ja, wij zijn al 40 jaar bij elkaar... En als iemand weet hoe uniek ik zou moeten zijn, dan is zij het wel. Ja, anders is het geen 40 jaar, hè? Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, vind ik een hele goeie. Ja. Volgende kaart. Je tuurt tijdens een heldere nacht naar de sterrenhemel. Hoe langer je kijkt, hoe meer sterren je ziet. Langzaam raak je ontroerd door de kleine, schitterende puntjes aan de hemel... en voel je de grootsheid van de schepping. Kunnen kleine dingen in het dagelijks leven jou ontroeren? Jazeker. Ja, ja. Zoals? Zoals. Ja, dat ligt aan het moment, denk ik. Daar kan een liedje zijn wat je op de radio hoort. Of dat kan een gedachtegang zijn. Of iets wat voorbij komt. Dat is ook net afhankelijk hoe dat je op dat moment, hoe je gevoel op dat moment is. Ben je in een goede bui of heb je net iets vervelends meegemaakt? Of is het toevallig de verjaardag van je, in dit geval dan van mijn overleden ouders of zo, weet je? Ja, dat is maar net wat op dat moment je gemoedsrust is, denk ik. Ja, maar ik kan zeker wel ontroerd raken of zo door kleine dingen. Of iets wat ik meemaak of iets wat ik zie. Of, dat kan echt van alles zijn. Ja, maar ik geloof ook wel wat je zegt, dat als je... Nu begrijp ik wel een liedje. Nou ja, goed, dit liedje wat nu dus op de achtergrond speelt... dat is wel een bijzonder liedje, daar kan ik wel geëmotioneerd door raken. Marion en ik, we hebben één liedje wat speciaal voor ons is en dat is dit liedje. En daar hebben we allebei een heel bijzonder gevoel bij. En ja, goed, we hebben zoals ongetwijfeld iedereen wel goede en minder goede tijden gekend. Of in ieder geval, je maakt door de tand destijds, maak je wel wat dingen mee. En dit liedje heeft ons wel altijd ook erbij geholpen om bepaalde dingen van verdriet een plekje te geven. Bijvoorbeeld. Ja, schuitje kort. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk. Zo'n heel mooi nummer. Ja, dat. Dus ik kan me voorstellen dat het echt een nummer van jullie is. Vrij recent waren we 40 jaar bij elkaar. En het was de bedoeling dat we dit jaar een groot feest zouden vieren. Of in ieder geval ook een feest houden. En ook dankzij corona kan dat dus niet. En ik wilde er toch wel iets een bijzonder tintje aan geven. En ik heb dus op de dag 2 maart dat we elkaar 40 jaar kenden... heb ik een hele goede zangeres, Mindy...
Minnie Mazzogiorno uitgenodigd om bij mij aan huis voor Marion de Politie te zingen. Ja, onder dit nummer? Uiteraard, onder dit nummer. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. Ah, nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 40 jaar is een lange tijd. Ja. Ja. Dus, maar mooi, mooi dat jullie iets bijzonders samen hebben met dit nummer. Ja. Volgende kaart. Ja, ik pak ze gewoon van boven. Ja, ik merk het, ja. Ik ben je reisgenoot respect. Als je met mij reist, mag je zijn wie je bent. Er is ruimte genoeg op het pad. Ik zal je niet voor de voeten lopen. Je voelt je gewaardeerd en je respecteert de soms uitermate vreemde manier waarop anderen deze wereld reizen. Door deze wereld reizen. Is respect jouw vaste reisgenoot? Ja, zeker. Zonder wederzijds respect denk ik dat je, wat voor relatie dat je dan ook hebt, dat je geen goede, gezonde relatie hebt. En of dat dan nou het persoonlijke vlak, op het liefdesvlak is, hè, dat je met je vaste partner wederzijds respect hebt. Maar dat is ook in het zaken doen zo. Ik zeg altijd zo, of dat ik nou in gesprek ben met een leverancier of in gesprek met een klant, die zijn me allebei even lief. Natuurlijk, een klant is degene die uiteindelijk via hem worden je rekeningen betaald. Maar je kunt niet een bedrijf runnen of voeren zonder beide. Dus ik heb altijd respect voor mijn leverancier, maar ook voor mijn klant. Of andersom. Ja, netjes. Ja. Nou, volgende kaart. Verliefdheid of plots succes geeft je vleugels. Wat gaf jou vleugels in het leven? Nou ja, wat je net op je kaart al voorleest, beiden. Kijk, wat ik net al zei, we kennen elkaar 40 jaar, dus echt verliefdheid is er nu natuurlijk niet meer, maar de verliefdheid is wel houden van geworden. Op sommige momenten geeft dat nog steeds wel echt wel een boost. En als je het dan projecteert op het zaken doen, wat je echt wel energie geeft, toen ik Grafisch Huis Boxmeer bijvoorbeeld opende. Kennelijk was dat toch in deze tijd om een grafische vestiging te beginnen, was toch vrij uniek. Want ik werd meteen door de graficus geïnterviewd, want ze vonden het toch wel heel bijzonder. En weet je, dat kost enorm veel energie en tijd en moeite, maar dat levert ook energie op. En dat is ook, als ik zie met hoeveel passie en gedrevenheid ons team, van mensen, hoe dat wij deze twee kranten maken, met hoeveel inzet en hoeveel plezier dat mensen eraan werken. En dat geldt voor zowel de betaalde krachten als de vrijwilligers, die met zoveel plezier en schik en leut graag die krant. Ja goed, nogmaals, we zitten nu in corona, dus we treffen elkaar wat minder. Of ja, eigenlijk ook op afstand. Dat geeft me wel energie en dat doet me goed. Dus dat geeft je ook echt vleugels? Ja, dat geeft je zeker vleugels. Daar ben ik ook enorm trots op. Ja, ik heb ooit een keer in een interview, toen we, volgens mij was dat met de 100ste bok of zo, of de 50ste, ik weet zo niet meer precies, maar maakt ook niet uit. Maar heb ik al gezegd, nou, de mensen van de bok, maar nu ook van de stier, dat voelt als familie. En dat is ook echt. Ik bedoel, we hebben een team met fantastische mensen om ons heen. En dat doet goed. Ja, dat geef je ook in. Het kost mij ook wel eens af en toe energie. Er komt heel veel bij kijken natuurlijk. Ja. Maar het geeft ook enorm veel. Het levert ook heel veel energie op. Want hoe lang doe je dit dan? Het werk, je bedrijf, eigenlijk in totaliteit? Ik heb op 1 mei 2005 heb ik Van Mameren destijds gekocht in Nijmegen. En Grafisch Huis Boxmeer ben ik 18 februari 2015 begonnen.
Ik zeg altijd maar zo, ik was destijds, had ik het bijzondere genoegen om prins carnaval te zijn van de Knoepers in Zandbeek. En ik heb woensdags morgens op als woensdag mijn prinsenpak figuurlijk naar de stomerij gebracht en heb Grafisch Huis Boxmeer geopend. Ja. Geweldig. Ja, nee, ja wat dat betreft, carnaval heeft altijd wel een speciaal plekje bij ons gehad. En op de een of andere manier komt dat ook wel steeds weer terug. Marion en ik hebben elkaar ook leren kennen. Is maandags naar de Metworst. Bij Moeketiesje zeker? Nee. Nee, nou. Nee, niks ten nadele van Moeketiesje. Maar dat was in dit geval bij het centrum, achter in de zaal. Dus, en ook met de Bok ook. Want onze eerste nummer van de Bok is op de 11e van de 11e zijn we uitgekomen in 2016. Dus op de een of andere manier komt dat toch weer terug. Komt die carnaval elke keer terug? Ja, 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 dat blijkt wel. Maar dan zit je ongeveer 20, 25 jaar in het vak? Nou, ik ben als leerling drukker destijds begonnen in 1985 bij Drukkerij Schot in Boxmeer destijds. En dan ben ik als leerling drukker begonnen, dus onder aan de grafische ladder begonnen. En na een kleine 5 jaar later ben ik in Nijmegen in een drukkerij begonnen als bedrijfsleider. En daar heb ik een kleine 17 jaar gewerkt. En nou ja, goed, toen begon toch het ondernemersbloed te kriebelen. En dan heb ik een bedrijf waar wij veel zaken mee deden, van Mameren dus, heb ik toen overgenomen. Ja. Geweldig eigenlijk, hè? Echt van echt onderaan die ladder. En nou heb je het zelf. Dus eigenlijk, ja, dat is echt een droom voor heel veel natuurlijk. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, het is niet echt voor mij altijd als een droom of zo geweest. Van, daar ben ik altijd mee bezig geweest om ooit voor mezelf te beginnen. Dat is ook iets wat in de loop der jaren, zeg maar, gegroeid is. En wat zo, ja, zo gewoon is gelopen. Ja, wou ik net zeggen, het komt op je pad. Het is een lot. Ja, nou, ik wilde wel die drukkerij in Nijmegen waar ik destijds werkte, die had ik al wel eerder willen overnemen. Maar goed, ja, dat is uiteindelijk niet doorgegaan destijds. En ja, uiteindelijk, jaren later wel, maar een ander bedrijf, wat ik al zeg, Van Mameren in dit geval. En nou ja, goed, zover als dat we nu zijn. Dus dat is 16, ja, bijna 17 jaar. Ja. Ja. Ach, geweldig. Ja. Volgende kaart. Tijdens een pittige wandeling valt er een prachtige appel voor Franciscus' voeten neer. Op het moment dat hij een hap wil nemen, ziet hij een worm in de appel. En die zegt tegen de appel: wat geef je me een goed voorbeeld? Je biedt al voedsel en onderdak aan een ander schepsel. Hij legt de appel terug in het gras. Heb jij wel eens een stapje terug gedaan ten gunste van een ander? Een stapje terug ten gunste van een ander? Dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, heb jij wel eens iets inderdaad wat jij zeg maar heel graag zou willen, maar het is maar een voorbeeld, hè? En je weet dat iemand anders dat ook wil. En dat je een kwestie van gunnen, dat jij een stapje terug hebt gedaan en dan diegene die kans geboden. Terwijl dat eigenlijk jouw kans was, bijvoorbeeld. Ja, heb ik wel. Alhoewel, ja, dat is eigenlijk, ik heb altijd gevoetbald. Nou ja, ben wel een beetje sportief altijd geweest, denk ik. En In mijn karakter zit wel dat ik wel per se wil winnen. Dus op sportief gebied heb ik zeker nooit een stapje terug gedaan om een ander te laten winnen. Maar ook, ik trek dat dan een beetje door als ondernemer zijnde. Ik heb niet gauw in die zin dat ik, als ik een kans zou hebben om een order binnen te halen, om dan een stapje terug te doen. Nou, laat een ander dat maar doen. Nee, ik denk dat niet in die zin, maar gewoon wel ja, als een ander ergens lastig mee heeft. Het schiet me zo niks te binnen, maar
ja, dan ben ik wel bereid daar om daar iets in te doen. Maar zeker niet op het sportieve of het zakelijke. En dan heb je... kan ook thuis situatie zijn, hè? Dat je zegt, goh, de een wil iets graag en de ander die... Dat je dan een stapje terug doet, ja, dat je dan... Dat, ja, natuurlijk. En vooral ook in iedere relatie is het geven en nemen. Ja. En stap je wel eens terug of geef je wel eens eerder toe. Ook al ja, vind je wel dat je zelf gelijk hebt. Maar ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ja, wel. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, dus in dat opzicht zeker. Ja. En kijk, de kinderen heb ik natuurlijk wel eens ooit laten winnen met een spelletje... toen ze wat kleiner waren, even met armdrukken of zo. Maar, alhoewel ik zou nooit meer van mijn zoon winnen met armdrukken. Nee, oké. Okay. Dus, ja. Maar je hebt dus wel een stapje terug gedaan, dat ja, klopt. Ja, uiteraard. Ja. Zo in die zin, in dat opzicht wel, ja. Oké, okay. Nou, volgende kaart. De duivel is een gevallen engel, gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschappen doen jou soms struikelen? Met andere woorden, wat zijn je slechte eigenschappen? Oh, die heb ik geen. Nee, dat is natuurlijk flauwekul, want iedereen heeft natuurlijk goede en minder goede eigenschappen. Maar wat is een slechte eigenschap van mij? Ik kom wel eens te laat. O ja? Ja, ik noem dat gewoon het Brabants kwartiertje. Of Zambiks kwartiertje. Alhoewel ik wel moet zeggen, op de echt afspraken die gewoon waar ik echt op tijd mee ben, moet zijn, daar ben ik ook wel, daar ben ik wel op tijd. Een slechte eigenschap. Af en toe ben ik iets te gedreven, te fanatiek. Ja, dat komt dan ook wel wat terug in de kaart van hiervoor. Dat je wel... het gevoel hebt om te winnen. Ja, ja, nou ja, precies. Dus maar van de andere kant is er ook weer... Ja, ik weet niet of dat nou een slechte eigenschap is. Ik bedoel, het heeft me ook gebracht wat ik tot nu toe bereikt heb, denk ik dan. Ik bedoel, het doorzettingsvermogen en de wil en het geloof om in bepaalde dingen... Nou ja, goed, we hebben het al een paar keer over die krant gehad. Maar ik weet wel... Toen ik met de bok begon, of eigenlijk in de opstartfase, heb ik me wel toch wel eens een beetje een jaar lang als een soort van Don Quixote gevoeld. Want ik kreeg heel veel commentaar van mensen, of nou ja, commentaar in ieder geval, goed bedoelde adviezen van, wat ga je in godsnaam doen? Want die zagen er geen heil in. En ik had wel een rotsvast vertrouwen, omdat ik gewoon achter ons product stond. En weet je, en ja... Wat ik al zeg, ja, het doorzettingsvermogen... Ja, maar is dan geen slechte eigenschap? Nee, nou, dat bedoel ik. Dat vind ik dan in dat opzicht dus ook niet. Nee. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen slechte eigenschappen? Wel, maar... Die laat anderen nou maar over mij vertellen. Ja. Nou, jammer. Ja. Oké. Okay. Volgende kaart. De laatste kaart. Het is een prachtige najaarsdag... En de zon staat te stralen aan de hemel. De rode en de gele bladeren aan de bomen lijken daardoor wel van goud. De zon doet waar hij goed in is. En met het vuur dat hij van binnen voelt, verwarmt hij de wereld. Doe jij wat je diep van binnen voelt? Doe jij wat je diep van binnen voelt? En dan begin je over het najaar, terwijl het de tweede dag van de lente is. Ja, gisteren was de lente, hè? Ja. Begon de lente. Ja. Doe jij wat in je opkomt, zeg maar, als jij... maar ja, dat heb ik wel een beetje begrepen uit jouw vorige... Ik ben niet echt impulsief, denk ik. Ik heb wel vaak bepaalde ideeën waarvan ik dan denk van... Nou, daar slaap ik toch liefst eventjes minimaal één nachtje over... om vervolgens de dag daarna een weloverwogen besluit te doen. En of dat dan nou is met de aanschaf van een nieuwe machine... Of met een andere beslissing. Of met de aanschaf van privé, van iets, maakt niet uit wat. Ik wil er al op zijn minst wel altijd even over nagedacht hebben. En één nachtje over slapen, dus echt impulsief. Dat ben je niet. Nee, dan ben ik misschien maar saai dan, ja. Nou, ik vind het wel goed te overwogen. Dat als je inderdaad... kijk, je hebt natuurlijk mensen die heel impulsief zijn, hè. Die dan...
Nou, ik kan wel bijvoorbeeld denken van, oh, morgen, of oh, we stappen in de auto en we rijden naar het strand. Ik noem maar iets. Zoiets. Weet je, dat je echt dat je voelt van, oh, dit moet ik nu gewoon gedaan hebben. Oké, op die fiets. Nou ja, ja, dat kan ook. Ja, oké, maar ja, dat soort spontane dingen, ja, dat kan wel eens ooit gebeuren. Van, oh, het is toch lekker weer, maar we hadden eigenlijk gepland om thuis te werken of in de tuin of wat dan ook. Van, nou ja, kom, weet je, we gaan lekker een eind wandelen of we pakken de fiets of weet je, of, we gaan ergens een ijsje eten, ik noem maar iets. Ja. Of we gaan een drankje doen, ja. Dat wel, ja, natuurlijk, maar ja, het is niet echt impulsief, toch? Nee, maar ik vind het wel goed, hè, omdat wat er dan op de kaart staat van, doe jij dus precies wat je van binnen voelt. Dan denk ik, ja, dat doe je wel. Ja, dat 100%. Want je denkt er even over na. Ik doe wat daar wel heel veel opgevoel. Ja, nee. Maar dat is ook heel goed, hè? Opgevoel. Want ja. Dan, maar dat je er een nachtje over slaapt, over een grote aankoop, maakt niet uit, hè? Dat vind ik wel weer een goede eigenschap. Dat je dat niet weer impulsief doet. Nee, zeker niet. Nee. Ik ga niet over één nacht ijs. Nee, precies. Nee, ja, dat zit er bij mij niet in. En wat als je alles helemaal opnieuw mag doen? Je hele leven, je mag ergens helemaal opnieuw beginnen. Zou je dan hetzelfde pad bewandelen als je nu hebt gedaan, zeg maar? Of zou je een boomkwekerij in Zimbabwe willen hebben of zo? Nou, het grafische vak, daar heb ik nooit gespijt van gehad dat ik daarin ben gegaan, zeg maar. Want het is nog steeds een heel erg boeiend vak en het is wel gigantisch aan het veranderen. Dus daar heb ik op zich geen spijt van. Alleen als ik van tevoren had geweten dat wij met de digitalisering te maken hadden gekregen, jaren geleden, en dat daardoor onze bedrijfstak het heel erg moeilijk zou gaan krijgen, en zeker ook als zelfstandige ondernemer zijnde, met alle problemen die daarbij komen kijken, nou, dan had ik mezelf dan wel eens even achter de oren gekrapt van, nou, dan had ik denk ik toch wel iets anders gekozen. Ja. Ja, maar als je dit helemaal wegschuift, heb je dan een ideaal beeld voor jezelf van hoe je het wat je echt zou willen doen? Nou, nee, dat niet. Maar ik heb altijd wel, en die ideeën hebben we ook wel ooit gehad om ooit te emigreren. En nou, we hebben al wel eens hardop denkend onder het genot van een drankje. Op vakantie, want dan borrelen dat soort ideeën vaak, komen vaak opgeborreld. Om naar het buitenland te gaan, naar een warm land, emigreren. Of naar Frankrijk of naar de Cariben. Caribisch gebied, om daar iets te gaan doen. Maar ja, daar is er nooit van gekomen. Nee, maar dat als je dit wegschuift en je mag het opnieuw doen, dan zou je dat hebben gedaan. Nou, ja, dan zou wat wil je daar doen dan? Nou ja, er is toch van alles. In Frankrijk een camping beginnen, ik noem maar iets. Ik vertrek. Ja, en ik kom niet meer terug. Ja. Oh, geweldig. Ja, maar ja, dat is wel leuk, ja. Goh. Ja, ik heb geen vragen meer. De vragen zijn er op? Die zijn op, ja. We zijn er echt als razende doorheen gegaan. Okay. Ja, maar ik wil jou wel heel erg bedanken dat je hier aan mijn barretje hebt gezeten. En dat de mensen thuis nu ook wel echt wel weten wie Ronnie Boimler is. Dat hij inderdaad uitgever is van De Bok en de Stier. En er was toch een nieuwtje? Nou ja, door de herindeling en de te vormen een nieuwe gemeente Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik is groter dan het gebied waar De Bok en de Stier op dit moment komt. En ja, goed, die komt dus ook dadelijk in de gemeente Mil. Of in ieder geval, de nieuwe gemeente bestaat ook uit de huidige gemeente Mil en Sint-Hubert. En we werkten al samen met de Nijenkrant op het gebied van het uitwisselen van advertenties en redactionele stukken.
En nou ja, samen met Corné Kremers van de Nijkrant zijn we nu avcnieuws.nl begonnen. Een nieuw mediaplatform. Zodat we ook de hele gemeente Land van Kuik... En zitten daar de Bok en de Stier ook bij? Ja, de Bok, ja, de Stier en de Nijkrant, die drie kranten. En die komen onder dat nieuwe platform. Ja, maar we blijven wel met drie unieke lokale kranten werken. Dus gewoon drie verschillende titels. Alleen ook gezamenlijk treden we daar nu wat meer naar buiten toe. En nou ja, goed, we hopen dat dat zijn vruchten nog zal gaan afwerpen. Ja, leuk, gefeliciteerd alvast. Dat vind ik een goed idee. Dus... kijkers, ja, dit was het weer. Het 0486 barretje met mijn gast Ronnie Boymeler. En ja, Ronnie, bedankt. Ja, nogmaals, jij ook bedankt dat ik hier mocht zijn. En succes met de volgende gang. Ja, dankjewel.